Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we even kijken en intunen op de algehele energie. We gaan gewoon kijken welke boodschappen er door mogen komen voor dit, we kunnen het eigenlijk wel Sinterklaas weekend noemen, hè? Want de meesten gaan het natuurlijk dit weekend allemaal wel vieren. Heel veel plezier daar in ieder geval mee. Wij zijn hier thuis uit de Sinterklaasperiode. Wij vieren het met Kerstmis. Maar ik hoop dat jullie, alle lieve zielen die er nog in middenin zitten, er ook echt van gaan genieten. Dat niet de energie te overheersend is van de verplichte moedjes en het afreizen van de familie. Want dat is vaak, hè? Schoonfamilie, eigen ouders, bij jezelf nog thuis, soms zelfs op het werk nog. Probeer ook echt wel je tijd en barrière in te bouwen om een rustmoment te creëren. Niet alleen voor jezelf, maar ook zeker voor de kinderen. Want zij hebben het eigenlijk het hardste nodig. Al die prikkels en overprikkelingen kunnen ze er soms ook echt wel overrompelen. Maar bovenal lekker gaan genieten daarvan. We gaan dus vandaag kijken wat er in het energetisch veld voelbaar is voor het collectief. Voel dus ook echt even aan of dat het bij jou past, de reading. Laat het anders lekker los. Voor alle nieuwe abonnees wil ik jullie van harte welkom heten. Ook natuurlijk voor alle nieuwe kijkers. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, zou ik het ontzettend leuk vinden als je je eigen ook gaat abonneren. Daarmee pik ik jouw energie ook eerder op tijdens collectieve readingen, waardoor een reading ook sneller en fijner met je zal resoneren. Ik wil niet zeggen dat dan alle readings met je resoneren, maar het zal wel beter gaan resoneren. Het helpt ook om het belletje aan te klikken, dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe posts. Verder komen er dit weekend ook nog video's online. Of ja, eigenlijk zijn het geen echte video's. Ik weet niet, als je mijn video hebt gezien van de Law of Attraction van afgelopen week, daar heb ik in vermeld op het eind van de video dat ik bezig was met muziekstukken bij elkaar te componeren. Of in ieder geval samen te voegen om tijdens meditatie of te ontspannen, te kunnen opzetten. En deze muziekelementen zijn ontstaan uit een bepaalde trillingsfrequentie. En er zitten verschillende dadelijk die ik online ga zetten. Die trillingsfrequentie prikt individueel van elkaar iets aan. Zo heb je sommige, dit is echt voor een diepe healing. Andere is weer dat je het op het stukje liefde aanprikt. Deze video's, het zijn er, ik dacht, rond de 14 inmiddels, komen dus allemaal dit weekend online. Vanavond zullen er een aantal online komen en misschien komen ze wel allemaal al tegelijk online. Ik moet even kijken hoe dat precies werkt, omdat er net weer iets in een ander genre is als waar ik normaal natuurlijk deze video's online zet. Laat ook vooral weten als jij deze video hebt bekeken wat je ervan vindt. Ik heb ze echt op gevoel afgestemd wat mijn energie prettig vindt. Omdat ik toch best veel kijkers heb die ook afgestemd zijn een beetje in dezelfde energiestroom als waar ik me eigen bevind, zal er echt wel heel veel mooie dingen tussen zitten voor ieder van jullie wel. Het zijn video's, ik heb ook in de beschrijving erbij gezet dat het toch wel prettig is om minimaal 20 minuten de video dan ook te beluisteren. Dit is omdat in die 20 minuten iets geactiveerd wordt in je lichaam. Als jij het korter zou luisteren, dan begint wel een activatie, maar voltooi je deze niet. Langer als 20 minuten luisteren is ook heel prettig. Hoeft dus niet, maar is wel als jij daar al klaar voor bent, is dat heel mooi. Het zijn natuurlijk best wel muziekstukken die best wel een hoge frequentie zouden kunnen beschikken. En niet iedereen kan die trilling al aan. Dus voel ook echt als je het gaat beluisteren van oké, nee, dit is nog te heftig. Laat het dan vooral los, want dat is het element wat dus op dat moment dan nog niet voor jou bestemd is. Er staan wat video's komen online over het unblokken van je chakras. De teksten staan er in het Engels beschreven, omdat het dan meerdere
ja, een groter publiek kan gaan bereiken. In de beschrijving staat het Engelse stukje vertaald of vanuit het Nederlands. Dus mijn excuses als het Engelse stukje niet exact juist is. Ik ben geen held in het Engels, dus ik heb gewoon Google Translate ervoor gebruikt. Onder het Engelse stukje staat ook de Nederlandse beschrijving met uitleg daarover. En mocht je nog vragen hebben, je kunt ze natuurlijk altijd onder de video dan stellen. Maar genoeg gekletst. We zijn inmiddels alweer, volgens mij 5 minuutjes of zo onderweg. We gaan kijken wat dat voor dit weekend aan energiestroom met zich meebrengt. Hè? Want er is in het energetisch veld van alles voelbaar. We hebben volgende week, 6 december, komt er dan online. Tenminste, die moet ik dan nog opnemen op die dag. Maar die komt 6 december, wil ik die inplannen om online te gaan komen. Voor de volle maan op 8 december in tweeling. Dat is ook best wel een bepalende energie. Plus we hebben natuurlijk nog de zonteken. Die meespeelt hierin. En we hebben nog retrograde planeten die gaan komen. Dus van alles wat er nog mogelijk is en voelbaar is. Ook de 12e is er weer een engelenpoordag. Heel veel in het energetisch veld. Ik zeg de 12e, maar de 3e is natuurlijk ook een engelenpoordag. Maar van de andere kant pak ik de 12e als hoofdpoordag. We hebben door to value, dus geld, inkomsten. 31 staat ook voor, maakt ook 4 natuurlijk, staat voor stabiliteit. Stabiliteit in je yin-yang energie. En deze komt ook eruit. De wereldkaart, de world. Afsluiting, voltooiing van de cyclus, ook kaart 4. Dus er is echt wel in het energetisch veld heel veel aan de hand, hè, als we dit zo al bekijken. Maar als we dan gaan kijken, hè, naar door to value. Jij gaat steeds meer inzien dat bepaalde, of je legt steeds meer andere waardes aan een situatie of aan materie. En dit is eigenlijk heel mooi, want ik voel een hele mooie verzachtende energie. Als je dan gaat kijken op het stukje financiën, als jij in je hoofd heel veel zit van ja, en hoe moet ik het allemaal doen en dit en dat. Maar je gaat vanuit een hogere goed manifesteren en dat activeren. Kijk vooral even de video van afgelopen week terug, hè, van de Law of Attraction. Dan leg ik in een korte video uit hoe het voor mij werkt, manifesteren. Het gaat ook echt wel om gedachtepatronen te doorbreken. Bepaalde overtuigingen, vooral belemmerende overtuigingen, ook projecties van anderen. Als je dit los gaat laten, krijg je echt veel meer diepgang. En jij hebt de sleutel tot succes. Eén persoon heeft een hele mooie reactie onder die Law of Attraction video gezet. Een persoon waar ik een persoonlijke reading een tijdje terug op heb genomen. En zij is ook gaan manifesteren met ontzettend veel succes. En je mag het gaan voelen vanuit vanuit je hart, vanuit je spiritueel hart, vanuit dankbaarheid. Kan er heel veel gaan stromen. Ook voor jullie die nu kijken en die video misschien wellicht gemist hebben. Ik zal hem hierboven ook even in het scherm zetten en beneden in de beschrijving. Dat je altijd het linkje hebt naar de video, dat je het even kunt bekijken. Maar alles begint nu echt in een bepaalde flow te komen. We hebben natuurlijk een heel pittig jaar achter de rug. En het jaar is natuurlijk richting het einde. We hebben nog een aantal weken voordat dit afgesloten gaat worden. Voordat we 2023 in gaan stappen. En we krijgen natuurlijk ook op 8 december die volle maan. We zien hier natuurlijk die volle maan. Die volle maan kun jij gebruiken om energie los te gaan laten. Om gedachtepatronen achterwege te laten. Belemmerende overtuigingen. En als je niet weet wat ik bedoel, kijk dan echt even die video waar ik het zojuist over had. Dan leg ik het uit zoals ik het ervaar, zoals ik het voel. En weet ook dat er zijn heel veel blikken, hè? Er zijn heel veel meningen over. Voel dus ook echt of dat het dan bij jou past, mijn uitleg ja of nee. Laat het anders gewoon lekker los en kijk dan even op Google of dat er een ander kanaal is die jou daar voor jouw gevoel beter in ondersteunt.
Maar het voelt ook voordat je in het diepe mag gaan springen. Er gaat een nieuwe situatie komen. Heel veel mensen gaan een cyclus afsluiten, afronden. Waarbij er dus ook nieuwe inzichten vrij gaan komen. En die inzichten hebben vooral te maken met nieuwe blik op de waarde van een situatie. De waarde van lessen die je krijgt. Waarde van boodschappen die je ontvangt door middel van engelenboodschappen, maar het kan ook door middel van gesprekken met een andere persoon zijn. Dat je daarin nieuwe inzichten krijgt en dat je denkt van oké, maar die energiestroom is niet mijn stroom, die laat ik los. Dat is het stuk van een ander. Of juist ook dankbaar dat die persoon mij iets terugkoppelt waar ik iets aan heb. En ik ga dit nu toepassen in mijn eigen leven. Dus die waarde ga jij heel anders interpreteren. En daarbij laat je ook een bepaalde strijd los. Een bepaalde verdedigingsmodus. Waar je eerst misschien zoiets had dat je het als een soort aanval voelde. Oh, deze moet eruit, want die ligt op kop. En die wordt gezien door mij, dus die moet mee. Oké. Waar je eerst nog niet volledig in je kracht stond en waarbij je misschien in je verdedigingsmodus zou schieten als iemand jou iets zou projecteren, ga je dit nu meenemen? Ga je dit nu dus ook echt wel visualiseren en toepassen van is dit, kan ik hier iets mee? En zo nee, kan ik hier niks mee? Dan laat ik het los, dan hou ik het niet meer in stand. Ik ga niet meer in die verdediging, ik ga niet meer die strijd aan. En ik ga mijn puurheid opzoeken, ik ga mijn kracht opzoeken en mijn balans. En vooral je balans. Er zullen altijd mensen zijn die jou proberen daaronder uit te halen. Maar dat is een oud stukje, dat is een oude les, een oud patroon. Daar heb je niks meer aan en dat heb je dus ook ingezien. En je bent wakker geschud. Wakker geschud voor het feit van, oh, ik zat misschien even in een oude strijd, maar ik ga weer in mijn eigen ontwikkelingsproces groeien en ik ga niet meer in die verdediging. Kijk eens, onderkant dekt de koningin van staven. Je denkt nu van, oh, mannelijke, vrouwelijke energie, daar kan iemand op mijn pad komen. Nee, lieve ziel, hier ligt jullie eigen energie, mannelijk, vrouwelijke energie. Dit voelt voor mij dat je emotioneel in balans bent gekomen en het voelt dat je op spiritueel niveau in balans aan het komen bent. En dit zorgt er in samensmelting voor dat jij echt nieuwe inzichten hebt gekregen, nieuwe kijk op het leven, wat ik al zei, een nieuwe blik naar die waarden, naar wat voor jou belangrijk is. En vooral waar jouw nieuwe pad naartoe mag gaan. Wat is voor waardevolle energie? Kijk eens de wereldkaart. Heel mooi. Heel veel mensen hebben natuurlijk een pittig jaar achter de rug, veel transformatie gehad. Maar ik krijg ook heel veel respons achter de schermen van mensen waarvoor ik eerder een reading heb gegeven of een healing heb gegeven. Die toen in die dark night of the soul zaten. Dat ze in één keer het licht zijn gaan zien. Dat ze in één keer die clue eigenlijk die button hebben geactiveerd van hun spiritualiteit, van hun balans. Waarbij ze oude waarheden, oude denkwijzen, maar ook oude belemmerende overtuigingen los hebben gekoppeld. Waardoor ze dus nu in een nieuwe ik-bestaan zijn gegroeid. Waarin hun DNA verder ontwikkeld is. Waarbij je dus verder naar je spiritualiteit aan het groeien bent. Vooral de mensen die in mij leeftijdscategorie zitten, iets eronder en daarboven. Die zijn eigenlijk allemaal hier op aarde gekomen met een DNA-activatie van 4 DNA-strengs. De nieuwe tijdskinderen, onze eigen kinderen, een nieuwe generatie, die hebben al veel meer activaties ten tijde van hun geboorte. Activaties die wij in ons zielsbestaan weer opnieuw mogen activeren. We zijn natuurlijk allemaal uit een bepaalde grote overal energie ontstaan. Sommigen komen van de Pleiade af, anderen van andere planeten. Anderen hebben een heel ander bestaan ontwikkeld vanaf hun eerste
een sterrendust noem ik het ook altijd. En vanuit daar, mijn stem slaat over, excuus daarvoor. En vanuit daar hebben we natuurlijk heel veel lessen geleerd, heel veel ontwikkeling gehad. Alvorens we dus naar het hier en het nu in dit leven stapten, in het aardse bestaan. En in het aardse bestaan zijn we weer gewoon teruggezet in activaties. En vooral dus degene die dus in mijn leeftijdscategorie zitten. Wat ik al zei, die nieuwe tijdskinderen hebben wel al die activatie. Dus die zijn vaak al hoogsensitiever. Die zijn vaak al heel vroeg in aanraking met hun spiritualiteit. Voor onze lieve zielen komen er vaak, die wisten wel dat er iets was, maar ze wisten niet hoe ze het konden ontwikkelen, hoe die activatie geprojecteerd worden. Er was toen de tijd ook eigenlijk helemaal geen kennis over. En nu zie je steeds meer mensen die DNA-strengs activeren en er iets mee doen, waardoor ze dus weer contact kunnen leggen met hun zielenfamilie van hun eerste bestaan. Maar ook vanuit vorige levens met hun zielenfamilie kunnen connecten. Dus echt vanuit die hogere energiestroom actief kunnen zijn. En dat is precies wat ik hier nu zie. Hè? De mensen die ik de laatste maanden heb mogen ondersteunen, achter de schermen dus door middel van persoonlijke contacten, die zijn allemaal in die stroming gegroeid. En daar is dit ook heel belangrijk voor deze video. Maar we gaan eens even kijken. Kijk, stel dat jij die activaties nog niet hebt, dan is het gewoon jouw tijd er nog niet voor. Dat is ook helemaal geen probleem. Volg gewoon je eigen pad. Volg je eigen energiestroom. Maar merk je dat jij door een hele grote transformatie heen bent gegaan, dan is dit jouw reading. Dan is dit nu de stroming waar jij op zit. Stroming van vernieuwing. Stroming van verheldering. Inzicht. Nieuwe contacten. Afsluiting en het doorpakken van jouw waarheid. En niet de belemmerende overtuigingen van de anderen, want daar maak je korte metten mee. Yin-yang energie, hier hebben we ook wel een soort balans energie. Het afsluiten en het boek dichtgooien en een nieuw boek openmaken. Wel de kennis die je hebt opgedaan door middel van die transformatie, door middel van je oude transformatie, meenemen op het pad van vernieuwing. Maar van de andere kant ook weer die kennis in een nieuw jasje stoppen, omdat in deze, want je kunt het eigenlijk zo zien, jij bent in een transformatie gestapt, die heb je nu dadelijk afgerond, hè? En die afronding zorgt er ook weer voor dat er een nieuwe transformatie weer gaat ontpoppen. En dat is een nieuwe energiestroom. Je bent verhoogd in frequentie, waardoor je dus ook merkt van oké, niet alle elementen wat in het verleden werkte voor mij, werkt op dit moment. Dan mag je dan je eigen draai weer in gaan vinden. En daarin ga jij groeien. En dat is dus ook het stukje waarbij jij uit je hoofd gaat, waarbij jij dus echt vanuit je spiritueel hart gaat leven, andere kijk op het leven gaat krijgen en vanuit daar gaat stromen. Dus dat is echt heel erg mooi, maar ook heel intensief. Want hoe meer jij gaat stromen, dus hoe hoger jouw trillingfrequentie wordt, hoe meer DNA-activatie jij hebt. Hè? En sommigen zitten echt al richting de 12 strengs DNA-activatie. Dat is heel hoog. Dat is echt wel een behoorlijke activatie al. Daar kun je soms ook wel voor bepaalde strubbelingen gaan komen te staan, hè? Waarin jij het gevoel hebt van oké, en nu dat je even vastloopt, ga dan vooral even terug naar jouw kern. Zak even terug in je energie. Kijk ook even dus dan naar een van die video's wellicht met die meditatiemuziek, hè? Dat je dieper even weer tot rust kunt gaan komen. En ik moest er niet voor niets nu ontwerpen of ik weet niet, creëren, ik weet niet hoe je het noemt op muziekvlak. Hè? Dat is niet mijn stukje, maar ik werd wel geleid door mijn gidsen en mijn lichtteam dat ik dit nu moest gaan doen. Ik dacht, het moet doen, ik heb daar helemaal geen verstand van, maar het is wel gelukt. Want ik heb me eraan overgegeven en ik heb de energie laten stromen. Dus die energie die jij daarin voelt is, en jij zit een beetje in hetzelfde segment als waar ik me eigen bevind, dan zal je daar heel veel uit kunnen halen. En dan kan er echt wel een verdere activatie plaats gaan vinden voor jou in die strings, die DNA-activatie. Maar we gaan eens even kijken wat ik nog verder mag, want ik wijk een beetje af, merk ik.
Maar ja, ook die verhalen en boodschappen mogen doorkomen natuurlijk. We hebben de 10 van bekers met de 4 van staven. Nou, dat is al heel mooi. Je gaat echt naar een prachtige toekomst tegemoet. Zolang je er maar het vertrouwen in hebt en het voelt van het, ik ben het waard, ik mag het ontvangen. Nou, kijk hier dan. De 10 van bekers, de 4 van staven in combinatie met de 10 van munten. 11-11 poort heeft natuurlijk heel veel geactiveerd. Dat voel ik ook altijd wel bij die 4 van stavenkaart. Een overwinning, een viering. We krijgen natuurlijk ook echt wel die feestelementen de komende maand. Maar het voelt voor mij dat jij het in jouzelf gaat voelen. Je bent het waard, je verdient het. Door to value. Waarde heeft natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Het is niet altijd alleen het stukje financiën. Waarde voor jouw geluk weer in het hoogst haalbare te activeren. En het ook naar je toe te trekken door die wet van aantrekkingskracht. Stabiliteit. Stukje financiën, maar ook het stukje weer één worden in jouzelf. Waardoor je dus eigenlijk... Ik zie het ook altijd van als jij je balans in jezelf hebt en je bent misschien single. Zolang jij die activatie in jezelf hebt van oké, ik ben gelukkig, ik hoef niemand te hebben in mijn leven. Want ik heb het geluk allemaal al in mezelf zitten. Dan zal er iemand zomaar jouw pad kunnen gaan kruisen wellicht. Een nieuw pad. Kijk eens wat ik al zei, hè? Een nieuwe transformatie, nieuw pad, een nieuw stabiel begin. Eentje waarmee jij nieuwe richting kunt gaan bepalen, nieuwe inzichten kunt gaan krijgen vanuit het hoogst haalbare. We hebben hier een divine counterpartner. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als jij je yin-yang energie in balans hebt, dat er een divine counterpartner jouw kant uitkomt. En als je nou als man of als vrouw aan het kijken bent, dat maakt niks uit. Want in het tarot is er voor mij betreft geen genderbepaling. Want iedereen bezit mannelijke en vrouwelijke energie. Kijk eens. Iemand die jij hebt gemanifesteerd. Vanuit jouw zielshart. Vanuit jouw innerlijke stem. Niet vanuit belemmerende overtuiging. Maar echt vanuit jouw dankbaarheid. Vanuit jouw liefdevolle energie. Oeh, la la. Nou, dat zou toch een mooie toevoeging zijn als het nog dit jaar jouw pad mag gaan kruisen. In het energetisch veld is het in ieder geval voelbaar. Wil totaal niet zeggen natuurlijk dat dat dan ook echt gelijk dit jaar al... Ja, kijk, nou kan ik dit jaar zeggen, want het jaar is natuurlijk bijna ten einde. Dat er in het energetisch veld is er echt wel het een en ander voelbaar. Hier zien we een stromingskaart, hè? Dus er is een stroming jouw richting aan te komen. De ridder van zwaarden, snelle energie. Ook wel een roekeloze energie. Dus iemand die niet helemaal soms makkelijk uit zijn woorden kan komen. Of die weet hoe hij of zij met jou in contact zou komen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je schrikt misschien van de zwaardekaart. Luchtenergie voelt voor mij niet als heftig in dit geval. Maar het is een beetje de struggles van de ander. Van die ander die ziet jou misschien of die voelt jouw energie. Misschien ben je wel in de picture online op Insta of wat dan ook. Waarbij iemand jou al heeft gespot. En dus ziet dat jij in je balanselement zit. En van de ene kant dus eigenlijk jou misschien wel op een voetstuk plaatsen. Wat eigenlijk helemaal niet hoeft, want je bent ook maar gewoon jij. En je zit lekker in je vel en je zit in je element en laat maar lekker heen doen. Hè? Die persoon die wil dus snel naar jou toe gaan komen, maar die wil een eerlijke strijd. Die heeft ook het gevoel van dat hij of zij dus niet de enige is die met jou in contact wil komen. Waardoor die persoon een beetje conflict voelt of misschien zelfs wel concurrentie. Maar dat is het stuk van de ander. Want daar is een element waar jij helemaal niet mee bezig bent. Dus die persoon die denkt van oh, ik mag er snel naartoe gaan. Want die persoon, jij dus, zult wel heel veel aandacht of animo hebben om in verbinding te gaan komen met iemand. Zelf ervaar je dit zo niet. Want je zit lekker in je element. Je zit lekker in je eigen stroming. Hè? Weer die koningin van staven. Echt die passievolle energie in jezelf. En toch zal die soulmate gaan komen. De ware persoon zal jouw pad gaan kruisen. Die belemmerende overtuiging wat die ander heeft. Hè? Van maak ik wel een kans. Is hem of haar stuk. Daar hoef je je eigen niet druk om te maken. Het universum.
is nu jouw pad zo uit aan het zuiveren dat lagere trillingsenergie en personen die dus ja, niet meer matchen met jou, jouw pad ook niet meer zullen kruisen. Mits natuurlijk jij jouw les eruit hebt gehaald, gaat dit niet meer gebeuren. Je hebt de clue gezien, je hebt, hoe kan ik dat zeggen? Door die activaties, hè, de afsluiting en het afronden van je oude transformatiestuk. En je bent nou dus in het nieuwe aan het stappen. Is er dus ook echt wel belemmerende overtuiging vanuit je innerlijke kindstuk losgelaten. En kun je dus ook echt vanuit je innerlijke stem en gevoel handelen. En doordat dit nu allemaal gebeurt, sta jij heel erg in jouw kracht. En als de ander dus een beetje in een mindere energie staat, is dat zijn of haar stuk. Ik pak daar nog één kaartje bij. Het hoogst haalbare wat mogelijk is als deze persoon uit zijn gedachten gaat, uit zijn hoofd. Kijk eens. De voelkaart. Wereldkaart voor afsluiting, voelkaart voor een nieuw begin. Deze persoon heeft de kracht, heeft de inzichten en de stabiliteit, als hij zijn belemmerende overtuigingen loslaat, om met jou in het diepe te gaan springen. Die gelooft erin, die gelooft in jullie verbinding. En het is een sterke verbinding hoor, want het is een soulmate verbinding. Voor de meeste van jullie uit een vorig leven. Omdat jullie dus nu die uitzuiveringen hebben gehad, mogen jullie dus nu bij elkaar je pad gaan kruisen. En die belemmerende overtuiging bij die andere, dat is een klein stukje waarbij jij die ander kunt ondersteunen om dit nog te doorbreken. Jullie contact zal ervoor moeten zorgen, of die zorgt er dus ook voor dat dat doorbroken gaat worden. Omdat jullie een divine counterpartner van elkaar zijn, is het nu ook van belang dat jullie elkaars pad gaan kruisen. Dus het hoogst haalbare is ook dat jullie in het diepe gaan springen en elkaar in balans gaan brengen. Heel mooi, hele mooie boodschappen. Ik laat het voor nu heel even bij. Ik vind het een hele mooie boodschap. Mocht het dus ook echt met jou resoneren, laat dan vooral een berichtje of een like achter. En mocht het niet het geval zijn, laat het dan ook vooral lekker los. Wat ik al zei, hè, een heel fijn Sinterklaasweekend. Mocht jij geen Sinterklaas vieren, geniet dan ook lekker van je weekend. Neem je rust. Vooral als dit met jou resoneert, hè, want er gaat echt een spannende tijd aankomen. Een heel fijn weekend dus toegewenst. Heel veel warme, liefdevolle energie voor jullie. En tot de volgende video. Doei doei!